Welkom bij A2 Actueel. Als straks de groene loper klaar is, dan slingert hij over een lengte van 6 kilometer door Maastricht. En hier in het noorden van de stad komt hij dan uit bij Buitengoed, Geul en Maas. Buitengoed, Geul en Maas kennen misschien veel mensen als de landgoederenzone. We hebben een tijdje geleden de naam veranderd. Het is een enorm gebied dat begint in de Maastrichtse wijk Limmel en helemaal loopt tot Schin op Geul in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Een prachtig gebied met kastelen en landgoederen. En wat is jullie ambitie met dat gebied? Onze ambitie is vooral om het gebied beter toegankelijk te maken. Dus we gaan wandelpaden aanleggen, fietspaden, zodat mensen kunnen genieten van dit gebied. Maar ook gaan we nieuwe functies geven aan de kastelen en landgoederen die op dit moment leeg staan. En vooral plukweides maken waar je educatie, zodat mensen kunnen genieten van de prachtige natuur die dit gebied te bieden heeft. Hoe belangrijk wordt straks de groene loper voor jullie? Heel belangrijk, want de groene loper is eigenlijk de poort naar het buitengoed Geul en Maas. Het eerste stukje groene loper ligt er zelfs al bij Maastricht-Noord. Voorheen stond dit buitengoed leeg, nu zit hier Mise en Place ingevestigd. Hoe bevalt het? Heel goed. Wij zijn een horeca uit zijn bureau en hebben deze plek gekozen om ons internationale hoofdkantoor in te vestigen. En deze prachtige plek geeft ons de mogelijkheid om een verbinding te maken tussen de samenwerkende overheden, de bedrijven van de Beatrixhaven, de hotelschool, asielzoekerscentrum, maar ook de bewoners van Limmel en Nazareth. We vinden dat vanuit onze route als hospitalitybedrijf heel belangrijk om die gastvrijheid te laten zien. En we kunnen op die manier ook echt laten zien dat ons park ook open is voor alle fietsers en wandelaars en dat iedereen hier welkom is. Sinds april zijn de makelaars van de tussentijd aan de slag bij A2 Maastricht. Nou, zij zoeken naar een nuttige tijdelijke invulling van het gebied bovenop de A2-tunnel. Is er al iets concreets? Ja, bij de Sint Maartensbrug, de loopbrug bij de Frankenstraat, zie je twee zeecontainers die omgebouwd zijn tot woonunits, werkunits. Daar zitten twee mensen van het project Dier Ui Regio. Die zitten nu in Maastricht, hebben daarvoor ook in andere steden in de EU-regio gestaan en onderzoeken daar het gebied en doen advies over hoe dat verbeteren kan. Zijn er nog meer initiatieven? Ja, er zijn diverse initiatieven in de pijplijn en een van de grotere en meer zichtbare zal straks zijn dat we deze bouwplaats, zoals je die hier achter ziet, hij is nog heel leeg, maar we zullen zorgen dat de komende zomer met een lint van bloemen en planten te zien is waar de groene loper straks komt te lopen. En nog een ander leuk initiatief is een mountainbike vereniging uit Maastricht die graag een pumptrack wil maken, een track voor BMX fietsen. En we gaan kijken waar dit in het gebied mogelijk is. Wilt u zelf een bijdrage leveren? Ga dan naar mijngroeneloper.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.